FC Groningen speelt aankomende zondag voor sommigen de wedstrijd van het jaar. Ajax komt op bezoek in het Noord-Lee Stadion. Doordat AZ en Vitesse in de finale staan van de KNVB-beker, zou plek 9 nu ook recht op play-offs voor Europees voetbal kunnen geven. Wat perspectief biedt voor de FC. Na een aantal tegenslagen is het nu weer tijd dat de bal goed gaat vallen. We hebben wat onnodige punten laten liggen in de afgelopen wedstrijden. Dat is zonde. We hebben zo'n punt of 10 tot 12 onnodig verloren. Met gelijke spelen waar we het zelf niet afmaken, terwijl we hele grote goede kansen krijgen. Ja, daar ligt een mooie oplossing. We hebben nog steeds zelf een hand. Heeft alles veel tegengezeten. En bij andere ploegen juist tegenovergestelde. Nou, dan gaat het een keer draaien. Dan laat zondag een mooie start voor zijn. Op de geblesseerde Tom van Weert en de geschorste Bakuna na is de selectie helemaal fit. Natuurlijk wil ook iedereen aan de start van deze wedstrijd staan. Ja, het zijn een mooie wedstrijden tegen een grote ploeg die nog om de titel speelt. Dus als je daar mag tegen voetballen in een bijna uitverkocht huis. Dat zijn een mooie wedstrijden uit je carrière. Het stadion is op een aantal plaatsen nu al zo goed als uitverkocht. Een vol huis. Dat is iets wat in de wedstrijden tegen toppers wel het verschil kan maken. Nee, goed, het is altijd prettiger als je meer publiek thuis hebt dat je aanmoedigt. Maar goed, het gaat er ook om natuurlijk als we goede resultaten halen. Ja, gaat het vanzelf steeds drukker worden. We hebben in ieder geval de laatste wedstrijd laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Maar ook laten zien hoe goed we wedstrijden kunnen laten winnen. Nou, het zou fantastisch zijn als dat zondag kan gebeuren en samen werken met het publiek. De aftrap is zondagmiddag om 2:30.